Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de hints en theorieën van aflevering 7. We bespreken onder andere een gekke tekst op het autoraam van de kandidaten, een gek sliertje in de Doolhof-opdracht verklapt de mol en de podcasttheorie klopt nog wel. Laten we deze video beginnen met het feit dat in deze aflevering er natuurlijk heel veel gebeurd is. De afleveringstitel was inzichtelijk. Er zijn hier heel veel verschillende theorieën voor. Daniel kiest namelijk heel inzichtelijk voor het enige vakje die nog leeg was. Jurre was erg inzichtelijk in het loskomen van het touw. Soy wist als eerste heel inzichtelijk dat de code het slimst op te lossen was door stappen te zetten in het zand. En de zee is in het zicht. En Ranomi was Olympisch zwemster. Opdracht 1 uitvlakken. Opvallend was hier dat Jurre koos voor één joker. Erg spelverpestend was dat. Want dat was niet wat ze hadden afgesproken. En Daniel koos niet voor het 2000 euro vak, waardoor er maar 1000 euro verdiend werd. Daniel doet zichzelf hier dus heel erg fanatiek voor, door toch nog even voor het geld te kiezen. En daarnaast was hij natuurlijk ook de vierde kandidaat die naar beneden ging met het parachute. En dat is natuurlijk een uitstekende molpositie, want hier kun je een beetje bepalen waar je zelf gaat landen. Ook viel het natuurlijk ook nog erg op dat Soy even ging uitmaken wie waar ging landen. En als mol wil je natuurlijk heel makkelijk de baas zijn en zeggen waar iedereen moest gaan landen. Dan kun je dus een beetje verwarring veroorzaken. Dan opdracht 2, zandlopers. De tweede opdracht leek een beetje op een expeditie Robinson opdracht, vond ik zelf. En op ditzelfde opnamemoment zat natuurlijk de man van Ranomi in expeditie Robinson. Jurre was daarnaast als eerste klaar met het touw oplossen. Als mol weet je natuurlijk hoe het touw in elkaar zit, lijkt mij. Hij race daarna door alle opdrachten heen. En daarnaast nog wel een theorie dat hij waarschijnlijk toch niet de mol is. Hij wist namelijk niet dat hij stapsgewijs de code moest maken van het kaartje. Onverdacht als mol natuurlijk, want als mol weet je dat natuurlijk ook heel goed. Dus dan is Soy hierin juist wel weer verdacht, want hij wist dat je de stappen kon zetten op het zand. En dat dan zo uit automatisch de cijfercode in beeld kwam. Verder graaft Jurre natuurlijk nog als een mol door het zand heen met zijn handen. Erg verdacht. Daniel hoeft natuurlijk geen afspraak met de mol, want hij is het natuurlijk zelf. Dus het enige wat hij hoeft te doen is gewoon afgaan en hierdoor is er geen kijk op hoe hij de opdracht doet. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Ook staat er nog Mol op het raam getekend in letters naast Soy in de auto. Erg verdacht, maar kan natuurlijk ook nog een grapje zijn geweest als kandidaten onderling. En dan verder nog Jurre die niet al het geld opmaakt aan aanwijzingen over het molgeld. Als je de mol zou zijn, denk ik toch zeker wel dat je al het geld uit de pot zou halen als dat kan op dat moment. En eigenlijk als mol wil je niet jezelf aan de telefoon hebben, denk ik persoonlijk. Ook nog even de eliminatieopdracht in het Doolhof. Hierin valt op dat er best wat vragen ook op Daniel zijn ingevuld. Maar alleen Jurre verdenkt volgens de testbiechten Daniel. En dat valt natuurlijk dan ook wel weer heel erg op. Daarnaast geeft Rick nog verschillende kleuren stiften aan de kandidaten. En dit zijn exact dezelfde kleuren die ook op de kisten stonden in aflevering 1. Verwijzend naar de Olympische Spelen van Ranomi. Ook nog een goede hint bij deze opdracht. Mollenjagers is namelijk opgevallen dat er een geel sliertje te zien is in het Doolhof. Heeft Daniel die expres achtergelaten aangezien hij de kleur geel was tijdens deze opdracht? Dan Anke die natuurlijk nog afvalt en Ranomi tot penningmeester maakt. Anke zat dus klaarblijkelijk waarschijnlijk best wel erg op Ranomi. En weet nu dus dat eigenlijk dat Ranomi niet de mol is. Dan denk ik vooral ook zelf natuurlijk. Maar Anke kiest namelijk niet dat het geld naar Daniel gaat. Wat erg opvallend is aangezien zij samen een bondje hadden. Maar ze kiest dus echt per se Ranomi. Dan denk ik dus dat Anke Ranomi nu dus volledig vertrouwt. En hierdoor kunnen we misschien dan ook wel Ranomi afstrepen als potentieel mol. Ook is nu de titel Kunstgreep uit aflevering 2 te leiden naar Daniel. Kunstgreep heeft namelijk ook als betekenis misleiden. En Daniel heeft dus misschien Anke wel misleid in het bondje die ze samen hadden. En dan klopt de afleveringstitel weer heel goed met Daniel. Dan even de podcasttheorie. Ik kreeg heel veel reacties van klopt die nog, klopt die nog? Oh nee, klopt die nog? Want die klopt namelijk nog steeds. Natuurlijk weer prachtig aangevuld door El Nino, waarin ik de vorige video ook al over had gepraat. El Nino zegt namelijk het volgende. Er zijn maar 9 afleveringen van de Wie is de Mol podcast, daar kwamen we achter in de vorige video. Maar ondanks dat kan de theorie nog steeds kloppen.
El Niño vermoedt dat Anke samen met Jurre of Ranomi napraat in de aflevering. Dus dat we morgen, of nou ja, vandaag voor jullie, dat Anke samen met Jurre of Ranomi in de podcastaflevering zit. El Niño zegt het volgende: als Jurre in de podcast zit, dan is hoogwaarschijnlijk Ranomi de laatste afvaller. En als Ranomi in de podcast horen samen met Anke, dan is hoogstwaarschijnlijk Jurre de laatste afvaller. Soy en Daniel zijn dan in deze natuurlijk nog steeds finalisten, omdat zij in de vorige podcastaflevering aan het napraten waren samen. We kunnen nu alleen niet afleiden wie er winnaar, mol of verliezend finalist is. Dat is natuurlijk een erg sterke theorie. En wanneer deze video online komt, weten we het antwoord bijna. Want dan is de podcast van Wie is de Mol natuurlijk ook weer online. En ik zal deze theorie in mijn volgende video natuurlijk zeker weer even benoemen en even kijken of het ook daadwerkelijk nog steeds klopt. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de aflevering. Neem hier vooral ook een kijkje. Nog even een terugblik hint naar de bekendmaking van de kandidaten, gevonden door Dinant van WDM 2023 Hints op Instagram. Er kwamen namelijk op 5 plekken in Nederland oud-kandidaten naar de kisten toe. Behalve op 1 plek. Namelijk Deventer. Hier kwam Rob Dikkee, oud-mol, naartoe. En wie is er in Deventer bekendgemaakt als kandidaat? Daniel. En Dinant had een hele mooie titel: Mol D. In Deventer wordt Mol Daniel bekendgemaakt. Dan gaan we nog even naar de testresultaten. Jurre zit op Daniel, Daniel zit op Jurre. Soy zit op Ranomi en Jurre, Ranomi zit op Soy. En Anke zit op Ranomi en Soy. Maar vooral op Ranomi dus. Daniel en Jurre vinken elkaar daarnaast aan tijdens de doolhofopdracht. Tijdens een paar vraagjes die ze moesten invullen. En al deze resultaten samen geven ons dan dus een heel goed beeld dat of Daniel of Jurre de mol is. En dan nog even toevoegend terugkijkend op de eerste afvaller Sarah. Die zat namelijk ook op Ranomi en Daniel. En de afvallertheorie zegt dat de eerste afvaller waarschijnlijk op de juiste mol zit uiteindelijk. En dan heb je dus eigenlijk Daniel nog over als potentieel mol. Hoe je dit ook zou kunnen laten klinken. Afvaller Sarah zat op Daniel en Ranomi. Dan zijn die twee dus niet de mol. En dan kun je toch ook wel weer Jurre verdenken als mol. Dan even tot slot nog 2 dingen om de video af te sluiten. In het weekblad Elle is er een afbeelding te zien met Daniel, Anke en Soy. Dit is een identieke foto. En ik denk dus hierbij dat Anke misschien wel met 2 finalisten op de foto staat. Puur omdat ze dat gewoon leuk vond. Met de winnaar en de mol misschien op de foto staan. In eerste instantie, voordat ik deze aflevering had gezien, had het ook kunnen zijn dat het de 3 finalisten waren. Maar Anke is natuurlijk geen finalist, die is afgevallen. Dus dan kan het natuurlijk heel makkelijk zijn dat misschien wel Daniel de mol is en Soy dan de winnaar. En het tweede ding is, Soy postte op zijn story de groepsfoto van aflevering 7 en plaatste er allemaal dierengifjes overheen. En bij Daniel is dat een leeuw. Is Daniel de koning van de kandidaten, dus de mol? Hij ging daarna ook door al mijn stories heen kijken en dat was natuurlijk ook best verdacht. Nou, in de volgende video van aankomende week zal ik de theorieën heel erg ver uitbreiden. En uiteindelijk het antwoord geven op de vraag wie nou toch echt de mol is. Met elk bewijs wat nodig is. En daarnaast zou ik natuurlijk ook de podcasttheorie even verder uitwerken. Voor nu dan heel erg bedankt weer voor het kijken naar deze wederom heftige video. Abonneer snel mocht je dit natuurlijk nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.